Je hebt dan een verliespartij op Tongeren, maar mag ik zeggen dat er misschien niet echt veel meer in zit, maar er toch wel een betere partij van jullie in zat vandaag. Ja, ik denk dat dat eigenlijk de beste samenvatting is ook wel. We hebben zeker niet onze beste kant laten zien vandaag. We zijn gewoon te licht gewogen, in mijn mening. We zijn goed gestart wel, en dan had ik op deze 5 minuten wel nog het gevoel van oké. Mijn eigen badwedstrijd was niet geweldig, maar het team doet wat het moet doen. We blijven erbij. We geraken wat achter en het blijft eigenlijk maar. We geraken verder achter, De kopjes gaan naar beneden. En ontbrak echt de motivatie om nog terug te komen ook. En het is dan ook dat einde van het seizoen. Je merkt dat. Er zijn gasten die bij ons beginnen studeren. Een blok komt eraan. En ja, het zat mentaal ook gewoon echt niet mee vandaag. We waren niet goed genoeg om de ploeg te verslaan. Maar er zat zeker wel meer in dan dit. Er zat echt wel een mooiere wedstrijd in, vind ik. Dit was niet het geval nu. Hoe kijk je nu vooruit en terug op deze mini-competitie? Excuseer, hoe lang is dat? Hoe kijk je nu terug op deze mini-competitie en dan tegelijk vooruit? Eerst en vooral ben ik super blij dat we hebben kunnen spelen. Dat was sowieso echt wel een doel en dat was ook te belangrijk voor ons allemaal om ons niveau te behalen. Dus op dat punt ben ik eigenlijk echt wel blij dat we iets hebben kunnen doen. Ik denk dat er ook voor velen heel goed geweest is om dat niveau, zoals ik zei, omhoog te halen. Nu naar volgend seizoen toe gaan we moeten kijken. Wij moeten verbeteren. We gaan spelers aankopen, we gaan zelf verbeteren. Het is een korte tussenpauze, dus dat is misschien eigenlijk wel goed dat die fysiek toch een beetje op punt blijft nu. En dat wij nu op dit relaas kunnen verder gaan en dat wij kunnen verder bouwen en kunnen verbeteren, want het is nodig. We moeten daar eerlijk zijn, het is nodig. We moeten verdedigen, het moet er gewerkt worden. Aanvallend kan het ook beter, dus moeten wij eerlijk zijn en blijven werken. Het is niet hopeloos, maar we moeten weten dat er moet gewerkt worden.